vorige keer in Jordi Season. Ik moet jullie toch eens voorstellen. Hanna Hoekstra. Hier kan ik het verschil maken, denk ik. Juist nu. Ja, hij ligt hier al een paar maanden. Elke gedachte die we ooit gemaakt hebben, die komt uit ons brein. Hey, volgende keer dan. Wat komt de camera hier als aan doen? Wat komt met de camera om? Maar hoe dat brein precies werkt, dat weet niemand. Geen reactie. Wat doen we nu? Misschien wat extra onderzoeken doen? Er is geen enkele progressie geboekt. Als de patiënt niet bij machten is om aan te geven dat het lijden ondraaglijk is geworden, ligt de verantwoordelijkheid bij de behandelend arts. Maar is het niet te vroeg om zo'n conclusie te trekken? Hoe lang moeten we nog wachten, mevrouw Hoekstra? Nou, het is onze verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om het leven van de patiënt te redden. Dat is de eed die wij allemaal hebben afgelegd toen we dokter werden. En in diezelfde eed hebben we ook gezworen altijd het belang van de patiënt te dienen. Als er geen sprake is van enige kwaliteit van leven. Maar hoe kan je het belang van een patiënt dienen als je er überhaupt niet meer in gelooft? Er zijn gevallen bekend van patiënten die na 25 jaar coma alsnog zijn ontwaakt. Met geluk kan de patiënt na jaren revalideren een beetje mompelen. Is dat in het belang van de patiënt? We zijn hier niet in Hollywood. Soms is het leven ondraaglijker dan de dood. Volgende patiënt. Ja. Ja. Ik ben vanmiddag al even wezen kijken en ik heb nogmaals. Wat hebben deze duinen te bieden? Ik zou hem lekker omdraaien. Wat hebben deze duinen niet te bieden? Fietspark de Schilse Duinen is de ideale plek voor jong en oud om de boel lekker de boel te laten. Je hebt hier heel veel leuke toestellen en prachtige touwen waar je mee kan klimmen. Dus weet dat als je hier komt, dat je kinderen kwijt bent. Op Fietspark de Schilse Duinen heb je een ideale strook waar iedereen krokodil kan gebruiken. Iedereen laat je met rust. Nee, je kan gewoon blijven tot laat je wil. Het is niet zo lang geleden dat ik dit prachtige paradijsje heb mogen ontdekken. Want ja, als je beste vriend vraagt of je zin hebt om met hem en zijn ouders op zo'n bungalowpark te hangen, dan denk ik geen twee keer na. Ook niet als je beste vriend op het laatste moment zelf niet mee kan in verband met werk. Maar ja, wie wil er dan niet met zulk geweldig gezelschap chillen op een tof park? Wij boffen. En als jij ook wil boffen, kom dan naar Fietspark de Schilse Duinen. Ja. Dat was niet goed, toch? Nee, was je niet goed? Nee, je moet het al gelijk zeggen. Je neemt helemaal geen pauze. Ik kan zo niet invallen. Ging ik te vroeg? Je komt aan en je staat en dan zeg je 21, 22... Fietspark. Denksport. Zoals je ziet is er in elke bungalow een breed scala aan klassieke bordspellen en kleurplaten te vinden. Computerspelletjes? Nou, neem maar rustig van mij aan dat je die niet nodig zal hebben. Nee. Schaakmat, hè, dus. Ah. Ja. En dames en heren, als je eventjes helemaal genoeg hebt van de bordspelletjes, treur niet. Want je knalt gewoon hier de camping uit en dan doe je een van de vele speurtochten die... Hakko! Ik kan de eilen niet vinden! Die liggen in de boodschappentas. Ja, Jezus! Die heb ik net weggegooid! Een boodschap doen? Inkopen voor de barbecue, dat kan allemaal bij de lokale supermarkt Jelle Store. Wat is dit? Sorry? Ja, wat is dit? Een stukje kaas voor €20,35. Nou ja, een stukje kaas, een enorme brok kaas. Wat is het voor kaas? Heb je een lange, spannende dag vol doldwaze activiteiten voor de boeg? Ja, maar we eet gaan dan wel goed. Meteen na de lunch weg, Harco.
Ja, want gisteren hebben we hier ook al een stelle lamme apen om het huis gehangen. Als je houdt van fietsen tot je je kuiten niet meer proeft, dan dien je veel te drinken. Want anders zegt je lichaam op een gegeven moment zuur, zuur. Jezus, Harco. Moet het zo vol? Er komt de auto aan. Ja. Naar rechts. Oké, ja. Ik heb het gehoord. Philip, Philip, pas op. Philip. Pas op, achter Harco blijven, Philip. Ja, ik heb gewoon het hele weekend al het gevoel dat ik de boeman ben. Jij gaat voortdurend tegen mij in. Jij luistert niet echt goed. Daardoor hou je je ook niet echt goed aan de regels van dit huis. Ja. Nou ja, en dat is voor Philip en mij heel erg niet leuk. Nee, voor mij is het inderdaad ook niet leuk op deze manier. Ik vind het gewoon even vervelend als jullie dat Hans op het laatste moment niet meegaat. En ik had mijn spullen al gepakt. En ik had niet echt iets anders op de planning. En ik vond het ook wel gezellig. Maar ik heb juist het idee dat jij het hele weekend al op mij zit te fitten en te zakkenpitten. Maar hoe, als ik het nou zo hoor, dan ben ik hier de boel aan het verstieren. Ja, weet je wat? Ik laat jullie lekker. Dan hebben jullie het rijk voor jullie alleen de laatste twee nachtjes. Ja, ja? Nou. Het is gewoon heel erg jammer dat Hans niet mee kon komen. Ja. Stuur hem een tikje van die te dure kaas. Nou, dat heb ik al gedaan, hoor. Ja, dat heb je vast al gedaan, ja. Ja. Hebbert. Help, ik wil hier heel snel weg. Harco heeft, voor hij zijn comateuze toestand inging, zelf de alarmdiensten gebeld. Ook heeft hij zijn deur van het slot gehaald, zodat de alarmdiensten sneller ter plaatse waren. Oh, hier zit je. Kom je nog?
Dokter Hoekstra? Ja, tuurlijk. Kom maar. Thank you.